Er valt op veel te letten bij een snelwandelwedstrijd, waarvan de bewegingen meestal nogal komisch aandoen, voor de leek tenminste. Maar die door de jury zeer nauwlettend worden gevolgd. Want, zoals het in de reglementen staat, het contact met de bodem mag niet worden verbroken. Anders gezegd, de hiel van de voorste voet moet de grond raken voor de tenen van de andere voet die verlaten. En dat is nog extra moeilijk op glibberige bodem. Dit zijn beelden van de wedstrijd om het Nederlands kampioenschap 50 kilometer snelwandelen, die in de omgeving van Rijswijk werd gehouden en waarin de eindstrijd tenslotte ging tussen Jan Vos uit Den Haag en Jan Seys uit Amsterdam. In de voorlaatste ronde liet Seys zijn jongere tegenstander door een fantastische tempoverhoging achter zich, waarna hij zich in opperste eenzaamheid naar de finish repte. Om u te laten zien hoe hij dat deed, hebben we zijn bewegingen vertraagd, waardoor zijn stijl goed beoordeeld kan worden. Een schaars publiek zag Seys allesbehalve monter, maar toch voor de 13e maal als Nederlands kampioen over de streep komen. Ruim 2,5 minuut later pas kwam Jan Vos op de finish aangestevend. Seys had over de 50 kilometer 4 uur en 56 minuten getippeld. Maar hij heeft zeker dezelfde tijd nodig gehad om weer tot het normale leven terug te keren.